Momenteel circuleren er valse biljetten van 100 SRD in de chartale geldstroom. Ramis Jageser, eigenaar van Sportcafé Munder, geeft aan dat zijn onderneming het afgelopen weekeinde hiermee werd geconfronteerd. Een klant deed een betaling van 900 SRD met de valse biljetten. De kassamedewerker merkte dit echter niet op. Jageser zegt dat er duidelijke verschillen zijn op te merken tussen de valse en echte biljetten, maar dan dient er ook goed opgelet te worden. De ondernemer roept de samenleving op tot waakzaamheid. We zijn geconfronteerd met valse biljetten. En het is duidelijk te zien. Je voelt het ten eerste dat het heel anders is. Het is glad, voelt als papier. Er is geen watermerk erin. De strip aan de achterkant, dat is één kleur, dat is rood. Terwijl de originele, als je het beweegt, dan kleurt het mee. En er zijn heel veel verschillen. En de datum die hierop geprint is, is ook, lijkt wel een grap. Het is 1 april 2020, volgens mij, zo stond erop. Dus er zijn wel degelijk verschillen. Het is wel goed nagemaakt, maar in eerste instantie, je voelt het. Je ziet dat het... Er klopt iets. Zondag hebben wij dit ontdekt en het is zaterdagavond heeft het plaatsgevonden. Dus zondag bij het sorteren van het geld in controle is er gebleken dat er 10 biljetten verkeerd zijn aangeboden. We hebben gelijk in eerste instantie, alle personeelleden zijn toegelicht van wat de procedures zijn. De eerste is, ze mogen dat, als het wordt aangeboden, moeten ze het achterhouden en de politie bellen. Dan wordt het verder door de politie afgehandeld. Politiewoordvoerder Milton Kensmil geeft aan dat er geen recente meldingen bij het KPS zijn binnengekomen over valse bankbiljetten. Het moet echter bekend zijn dat degenen die zich bewust hieraan schuldig maken, gestraft zullen worden. Volgens de artikelen 260 en 261 van het politiewetboek van strafrecht, zegt Kensmil, kan voor dit misdrijf een gevangenisstraf van ten hoogste 9 jaar worden opgelegd. Ook hij roept de samenleving en in het bijzonder ondernemers op alert te zijn. Er is sowieso sprake van een misdrijf als degene die het biljet heeft aangeboden van tevoren wist dat het biljet geen echt biljet was, een vals of vervalst biljet was. Ja, er zou bewust handelen moeten zijn om te weten, hey, ik wist van tevoren dat het vals of vervalst was en ik heb het toch aangeboden, dan komt het in de categorie misdrijven. Ik zie, als ik artikel 260 en artikel 261 van het wetboek van strafrecht in ogenschouw neem, dan is in beide gevallen sprake van een gevangenisstraf van ruim 9 jaren die opgelegd kunnen worden, of ten hoogste 9 jaren.